Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast. Hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Yes, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner. Mijn naam is Arun. Mijn naam is Mirza. En ik ben Hakan. En vandaag zijn we weer bij elkaar gekomen voor een nieuwe aflevering met 3 films die we gaan bespreken. Jazeker. Ja, 1 van de 3 films. Silent Night. Daar gaan we het zo over hebben. De Tatas 2. Oeh. Ja, gaan we het ook over hebben. Gaan we het ook over Wonka hebben? Ja, gaan we ook helaas over hebben. Ja. Okay. Zet jullie schrap. Maar voordat we doorgaan naar de aflevering, voordat we de films gaan bespreken. Jongens, hoe is het met jullie en hebben jullie nog wat gekeken? Dat is altijd de vraag. Het gaat goed met mij. Ja? Maar verder of ik iets anders heb gekeken? Nee, eigenlijk niet. Nee? Okay. Nee. Ja, dat kan. Wij zijn verhuisd. Ja, dat ook. De kijker heeft het niet gemerkt. Nee. Dat merken ze nog steeds niet, denk ik. Nee. Wij zijn verhuisd. Ja. Daar zijn we vooral mee bezig geweest. Jij? Mij gaat altijd goed. Slechte mensen gaat altijd goed. Oké. Nee, ik ben begonnen met een... je ziet op TikTok, zie je vooral van die filmpjes. Van die serie met die politieagenten. Heb je dat wel eens gezien? Van die cliché dingen. Ja. Dan wordt zo'n zwarte man wordt dan staande gehouden. Weet je wel. En dan, ja, zie je. God, ik zit ook op TikTok, hè. Zag op TikTok. Zag heel vaak zo... dat is een Amerikaanse serie. Ja. Het gaat over de Amerikaanse politie. En dan... of de brandweer, die komt ook wel eens voorbij. Op TikTok dan. Maar er zijn allemaal verschillende series. Dus ik heb een van die series heb ik opgezocht. Ja. Dat is The Rookies. Okay. Dat zijn dan, gaat over 3 agenten die pas beginnen. Mm. 2 zijn nog jong en eentje zit gewoon ver in zijn 40ste. Ja, ja. En daar hebben ze gewoon een serie met allemaal van die cliché dingen. Weet je wel, zoals Oren al zegt. Een donkere persoon wordt aangehouden. En er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Maar er wordt een hele rechtszaak van gemaakt. Okay. Of klein vrouwtje die wordt zogenaamd mishandeld door zo'n gigantisch grote vent. Die eigenlijk vrij weinig spreekt en eigenlijk is het andersom. Dus dat kleine vrouwtje, allemaal van dat soort dingen. Maar is het leuk dan? Nee, het fragmentje waar ik over had, komt ook volgens mij uit die serie. Maar dan wordt zo'n zwarte man wat dan eerst staande gehouden, wordt helemaal moeilijk gedaan, dit en dat. En dan is die, en dan is dat zo'n flashback scène en dan springt hij verder en dan zie je in één keer datzelfde persoon dat werd staande gehouden. Dus die zwarte man is in één keer agent. En toevallig houdt hij een auto staande en daar zit dan die kop in. Die voormalige agent die hem zo lastig maakte die dag. Oh, ja. En volgens mij is dat ook dezelfde serie. Ja. Maar je ziet de laatste tijd... Er zijn zoveel series. Ja, maar je ziet op TikTok zie je fucking veel. Maar dan hebben ze hem zo geknipt en denk je van... Hey, wacht, dat is die film. Hey, maar zo ging die niet. Ja. Maar is het leuk om te kijken dan? Ik heb nou 3 afleveringen gekeken. Het is leuk. Het is niet zo dat je zegt van... Oh, ik kan niet wachten op de volgende. Nee. Weet je, het is echt zo van, oké, ik heb even een uurtje niks te doen. Ik zet zo'n serie op. Ah, ja. En dan ben ik meestal bezig met, weet ik veel, op de laptop ben ik wat dingen aan het editen. Oh, dat is zo'n kijker. Ja. Achtergrondfilm. Ja, inderdaad, dat is het. Beetje voor het geluid, inderdaad. Sommige mensen zetten voetbal op. Sommige mensen een serie. Ja. Ja. En jij, Jeroen? Heb jij nog wat gekeken? Ik heb gekeken naar Leave the World Behind. Oeh. Ik zag hem voorbij komen. We hadden hem ook als nieuwe releases. Hadden we hem op Reels. Ja. En ik keek er echt naar uit. Het was een soort van mysterieus verhaal. En het was best wel leuk. Tot een bepaalde punt waarbij ze realiseerden wat er gebeurde. En dan in één keer afgelopen. Oh, leuk. Is het niet leuk. Nee. Maar ik bedoel, van de hele film vraag je af wat gebeurt er. Want er gebeuren allerlei dingen. Je ziet het ook in de trailer. Allemaal van die Tesla's die zelfbesturend op elkaar inrijden. En een schip die strandt. En een helikopter die crasht. Of een vliegtuig die crasht. En glas barst vanwege een hele hoog geluid. Maar een herten en zo. Of een moes. Die komt dan de hele tijd bij hun in de tuin. En ze moeten samen in een huis zitten. Maar ze vertrouwen elkaar weer niet. En dat is dus constant is een soort van mysterie. Van wat gebeurt er nou echt? En dan later. Opeens ontdekken ze wat er gebeurt. Want er is ook geen telefoon dingen dit en dat. En opeens later beseffen ze.
wat er is gebeurd. Mm. En dan daarna is het ook gewoon binnen 5 minuten afgelopen, die hele film. Klinkt als een moeilijk te kijken film. Nee, het is, wel, het is wel leuk. Nee, maar het is, echt de hele tijd is het gewoon een mysterie van wat er gebeurt. Ja. En dan later is het in één keer, door één keer even goed na te denken, is het opgelost. En dan is daar het einde van de film al. Ja, ja, ja. Klinkt, ik ben zo'n beelddenker, dus toen jij dat vertelde had ik echt zo'n scenario in mijn hoofd. Ik heb nou echt zo het gevoel, weet je wel, dat bij Tesla in Amerika van alles misgaat, dat al die auto's alle controle verliezen, weet je wel. Dat ze dan weken bezig zijn van, ja, wat is er aan de hand? En dat Elon Musk in één keer binnenkomt lopen. Jongens, dit knopje staat aan. Nee, maar het is... ja, ik kan... Ja, als ik vertel, dan spoil je hem ook. Ja. Dus ik kan niet meer dan dit vertellen. Nee, snap precies, ik. Dus als iemand hem nog wilt kijken. Maar ja, wees voorbereid, weet je wel. Het einde is gewoon... Teleurstellend. De acte 3, zou ik maar zeggen, is gewoon letterlijk 4% van de film of zo. Heel en dan cool. Heb je 96% naar een mysterie gekeken. Nee, okay. En daarna is het in één keer afgelopen. Maar ik kwam er wel achter dat het schijnbaar een high ground productie is. En high ground. Want je ziet bij Rustin zag ik dat ook. Er stond Obama en Michelle, of Barack Obama en Michelle Obama als executive producers. Mm. En bij deze zag je dat ook. En toen ben ik gaan kijken. Het is Higher Ground Productions, is een partij van hun. En hun maken verschillende films en series. Mm. Dus deze, ze hadden Rustin hadden ze gemaakt. Even kijken, ik heb het ook opgeschreven. Fatherhood van Kevin Hart. Ze maken ook documentaires. American Symphony van John Batiste, die is recent uitgekomen. Die staat ook op het lijstje van kanshebber op een Oscar. Hmm. Maar ze maken ook podcasts. En dan vooral zit Michelle Obama te praten. Maar ook tv-programma's, verschillende. En ze werken veel samen met Oprah. Dus ja, aan de ene kant, het is gewoon best wel eenvoudig voor hun. Ja. Want ja, betrek Oprah, weet je wel. En ja, het lukt wel. Overigens maak zelf een podcast en praat over politiek en het lukt wel. Maar net als LeBron James, die heeft toch ook eigenlijk een Spring Hill Company, heeft hij. Mm. En die maken ook allerlei tv-programma's en dingen. Maar bijvoorbeeld heeft hij een programma The Shop en dan gaan ze daarover spots praten. Maar voor hem is het best wel eenvoudig. Heeft hij een basketballer uit dezelfde league, vraagt hij te gast. En een rapper die naar hem opkijkt, vraagt hij te gast. En die gasten komen wel. Ja. En dan hebben ze zo'n programma met allemaal A-list artists en zo, die met elkaar in gesprek gaan. Ja. Maar ja, het is die kans ligt er. En het is dan de vraag, pak je die kans aan of niet? Weet je, in ieder geval doen ze dat. En wordt goed bekeken. Ja. Maar hey, laten we beginnen, man. Ja. Zullen we dat doen? Ja, het zijn kutfilms, maar we moeten er echt doorheen komen. Moeten er doorheen, man. Laten we beginnen met de eerste film en dat is Silent Night. We beginnen met de eerste film, Silent Night. Jongens, film in één woord. Silent. Night. Zo letterlijk. Ja, hoe gaan we dit aanpakken, deze mooie film? Laten we de dialoog in de film eerst bespreken. Ja. Oké, klaar. Komt de titel ook daar vandaan? Zou je denken? Ja. Nee, maar we moeten wel vertellen. Oké, vertel even waar de film over gaat. Want dan kunnen we daarop voorbeduren. Ja. In ieder geval, de film is gemaakt door John Woo. Woo? Mag ik een woe? Woe! Yeah. Dat is zo droog. Heel droog. Dat is een beetje als die... boom, 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 let me say hey yo. Hey yo. I'm in my mom's car. Boom, boom. Get off the car! No. Ah, dat zijn echt wel dingetjes. Ja, man. Jij moet MC worden op zo'n karaokefeest. Ja. Noem ik me DJ Woo. Nee, de film gaat over het zoontje van Godluck. Wordt vlak voor kerst per ongeluk gedood. In een gevecht tussen twee bendes die langsrijden. Godluck zien we ook dat hij zwaar gewond is. En daarna zien we dat hij zijn stem kwijtraakt. En daarna zien we eigenlijk zijn herstel. En daarna begint zijn onderzoek. En dan gaat hij op een spectaculaire manier revanche nemen eigenlijk. Ja. Dat is het. Ja. Meer wil ik er eigenlijk niet over zeggen. Ook niet over zeggen. Nee, want ik ben sprakeloos. Ja. Hij zegt niet heel God veel. Was er ook ik vond best wel, maar hij zegt niet zo heel veel. Ik vond best wel raar. Hij was dus door zijn stembanden geschoten. Maar dan verliest hij zijn stem. En dan in een ziekenhuis staat hij voor de spiegel. En dan zit hij...
komt er geen geluid uit. En dan thuis kan hij in één keer wel schreeuwen als hij er helemaal klaar mee is. Dan hoor je hem zo. En dan gooit hij de tafel op. Ja, 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 maar hij heeft ook zo'n vet kastje gekregen, toch? Die zo tegen je keel aan kan drukken. Ja, ja, zo'n soort van, ja, zo'n autotune apparaat. Zo. Die gooit hij ook heel gewoon weg. Hij gooit die van Bruno Mars. Die tonight. Hij heeft het gekregen van T-Pain of zo. Maar... Maar jongens, John Woo, we kennen hem natuurlijk als van Face Off, ja. Mission Impossible 2. Ja. Is dit eigenlijk de film die we verwacht hadden van hem? Nee. Of, nee. Ja, of, is, teleurgesteld. Of kunnen we concluderen dat John Woo eigenlijk met pensioen kan gaan? Weet je, die, als die zo door blijft gaan wel. Ja. Kijk, een film in zijn geheel is echt fucking raar. Mm. Hij had hem ook gewoon een half uurtje kunnen afronden. Maar ja, natuurlijk, er moet wat kijktijd in zitten. Maar we hebben echt gewoon gekeken naar het begin, een beetje een chase scene. Dan vraag je af, wat de fuck gebeurt hier? Ja. Nou, oké, okay, prima. En dan kijk je bijna, wat is het? Hoe lang duurt die film? 2 uur bijna? 2 uur. Ja, dan kijk je volgens mij echt 1 uur 15 minuten naar zijn voorbereidingen. En dan de laatste half uurtje is actiescène. Ja. En that's it. Ja, als 10 minuten zijn credits. Ja. Ja, terwijl je eigenlijk ook gewoon van die 1 uur 15 minuten... kon je ook gewoon zo'n short montage maken, weet je wel. Zet er gewoon even een uptempo muziekje eronder. Dat hij zo zijn body armor aantrekt, wapen, traint, schiet. En dan gewoon de actiescène. En dan binnen een uurtje is de film klaar. Ja, klopt. Ja. De eerste helft van de film is gewoon een uitgerekte, korte film. Ja, maar ik had er echt zwaar, man. Ik was die dag ook een beetje moe. We hadden Wonka gekeken al. Ik zat daar... Echt, ik had er moeite mee, man. Ja, maar wat vind je dat die keuze dat hij heeft daarvoor gemaakt heeft om er geen dialoog in te hebben? Is dat, draagt dat bij? Of? Ja, hij is wel een soort van stille killer of zoiets, is hij geworden, toch? Want ik snap wel, het heeft wel iets, begin, zeg maar, dat ze niks praat voor mij dan. Maar op een gegeven moment wordt dat vervelend of zo. Klopt. Snap je wat ik bedoel? Het is niet... Weet je, wat ik zelf vind, zoals ik net al zei, die eerste helft, die voorbereiding en zijn herstel en zo, dat is gewoon eigenlijk een kort filmpje, wat gewoon uitgerekt is, waardoor het tweede helft begint. Tweede helft, door het eerste gedeelte, is die tweede helft in één keer leuk en interessant. Ja. Maar of het voldoening heeft, ik weet niet. Achteraf dacht ik bij mezelf. Welke tweede helft bedoel je? Ja. Gewoon echt een laatste stukje bedoel je? Ja, die acties, dat hij in één keer begon. Ja. Dat wordt in één keer een stuk leuker. Maar dat is gewoon puur om dat eerste gedeelte gewoon... Ja, maar de laatste half uurtje is ook gewoon echt typisch John Woo, weet je wel. Ja. Dat is gewoon, dan in één keer is, alles achter elkaar begint. Nee, dat is gewoon op zijn lijf geschreven. Maar kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Face Off, want we hadden Face Off ook een keertje besproken. Mm. En ik zie hem volgens mij bij Hakan achter. Ja, daar staat hij. Dat was... Opent met actie en dan tussendoor actie, komen ze elkaar nog tegen. Ja. Dan heb ik het over Nicolas Cage en John Travolta. Ja. En dan aan het einde is er nog een soort van... Oh ja, ben ik saai? Ja, het duurt al net te lang. Jongens, Silent Hill beginnen, Silent Night beginnen er een... Nee, maar kijk, daar is er gewoon... Er zit de hele tijd actie in, weet je wel. Openings zijn er best wel lang op de airport en zo zijn ze aan het schieten en doen. En dan gevangenis, zus en zo. En daarna gaat Nicolas Cage, of althans John Travolta in dit geval, maar in het lichaam van Nicolas Cage gaat dan de bad guy's house in. En dit dan begint weer een shootout. En aan het einde in het huis is er weer een shootout. Dus er is constant actie. En dat is ook gewoon iets waar John Woo goed in is. Alleen bij deze film is er gewoon letterlijk de half uur aan het einde is er actie. En dat is ook gewoon letterlijk het enige stukje waar ik gewoon echt wel een beetje alert was. Want de rest van de dingen was ik bijna op slaapstand. Maar de actiescènes waren echt super tof. Want die autostuk bijvoorbeeld, dat was echt super nice gedaan. Dan zie je hem zo driftend zo rondrijden. Ja, ja. Op een gegeven moment probeert hij een agent te redden. En dan denkt hij van, fuck it. En dan rijdt hij gewoon weer door. En dan gewoon in het trappenhuis was gewoon echt vet gedaan. Ja. En ik snapte dat dingen niet, man. Ik vroeg nog aan Hakan, wie de fuck is dit? Wie? Hij had in één keer zo'n vrouw en dan zat hij daar en dan was hij zo aan het kijken zo. En dan... Oh, je bedoelt, dat is die allerlaatste scène is dat? Ik denk van, is dat zijn dochter, zijn vriendin, zijn buurvrouw, wie de fuck is dit? Was dat die ene... In die fabriek.
Dat hij helemaal boven komt. Ja, ja. En op een gegeven moment... Aan het einde. Dat ze aan het schieten zijn. Dat die politieagent ook bij hem is. Weet je wel? Dat ze allebei achter de paal staan. Ja. En op een gegeven moment staat hij achter die meid met het geweer tegen het hoofd. Dat is mijn woordvoerder. Ja. dat is toch die... Oh. Nee. Dat is toch die ene vrouw waarbij hij was op die parkeerplaats. Toen die aan het inventaris... Ja. Ja, nee. Ja, dat is toch zij? Ja, ja, nee. Die dingen op hem heen gooide. In de arm. Ja, of maar dat realiseer ik later ook. Ja, want hij had inderdaad al die spuiten in de arm gezien. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, die vrouw die heeft jou zo net overhoop proberen te schieten. En je hebt twee naalden in haar arm gezien. En je hebt in één keer empathie voor haar. Ja, maar, dat ging, maar ik dacht wel, in een split second dacht ik van wie de fuck is dit? Dat hij in één keer helemaal stopt met het bestaan. Ja. En even naar haar zo zit te kijken. Dat vond ik echt raar. Maar ik dacht, is zijn vrouw of zo? Is hij in één keer naar de bad guy aangesloten? Of is het zijn buurvrouw of zo? Ik dacht meer van, omdat zij had in één keer die blik. Het is een jong meisje, dat zie je al, weet je wel. En ze gaf in één keer die blik aan die man, weet je wel. Dat hij op een gegeven moment dacht van... Moet ik haar wel... Ja, ja, misschien wel. Nou. Hij toont in één keer empathie. Ja, maar too much, weet je wel. Ja, maar hij staat constant tegenover gangsters en drugsgebruikers, weet je wel, van een afstand te schieten. En dan sta je in één keer met je wapen tegen je hoofd. Tegen ik had daar overhoop geschoten. Echt gewoon dichtbij. En je ziet zo'n kind jou aankijken. Ja, kind, volwassen. Ja. Ik had daar geschoten... Hoe ze bij Inglourious Basterds op Hitler hadden geschoten. Ken je die nog? Dat hij er zo overheen staat. Zo... Nee, maar wij alle drie zeiden van tevoren dat het een topfilm zou zijn. Ik denk... Het laatste stukje is echt top. Ja. Maar dat moest eigenlijk veel meer gebeuren in die hele film. Ja. Ja. En de openingsscène, jongen. Ik dacht echt, waar rent hij naartoe, jongen? Hij heeft een rondje om de aarde gerend. Precies, dat was een beetje raar. Van waar rent hij in één keer naartoe? En wat maakt deze film een kerstfilm? Ja, daar kunnen we het ook over hebben. Omdat hij een trui aan heeft en omdat hij een belletje om zijn nek heeft. En omdat hij de 24e toevallig uitkiest als datum om ze allemaal te killen. Precies. Ik bedoel, wat als het in de zomer was gebeurd? Dan was het geen kerstfilm. Ja, nee. Wat maakt Die Hard een kerstfilm? Ja, omdat ze dat was toch weer een kerstreceptie toch in dat hotel hadden? Ja, toch? Kerstfeestje. Ja, dat is het enige. Dat is het enige. Ja, dat maakt een kerstfilm een kerstfilm. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Als een kerstfilm staat, dan is het een kerstfilm. Ja. Ah, ja. Nou, maar de rest van de wereld, even kijken wat ze zeggen. Letterboxd 2.6. Nope. IMDB, oftewel Hakan. Wat is ik zo weer? Internet Movie Database. Juist, 5,9. We hebben 61% en 50% van het Tomatometer. Ik vind de cijfers nog echt wel meevallen. Maar ik denk dat dat vooral te maken heeft met de... Of wat vind je? Ik had lager verwacht. Maar ik denk dat echt te maken heeft met het feit... gewoon dat de laatste half uurtje de film heeft gered. Ja. Anders was het veel lager. Je kunt het ook zo zien. Want in de eerste helft heeft hij wel gewoon... zonder wat te zeggen... heeft hij wel heel veel dingen duidelijk kunnen maken. Ja, oké. Okay. Ja, maar het is ook niet zo moeilijk, hè. Als een man staat te schreeuwen in een spiegel... en 2 seconden geleden is zijn zoontje doodgeschoten... had ik het zelf ook wel kunnen invullen. Misschien is die blij. Nee, maar ik denk ook dat het wel meespeelt... als dit nou een debuutfilm was van een gloednieuwe regisseur... dat het misschien... Oh ja, dat weet je wel. Werd, maar John Woo, je hebt wel verwachtingen, toch? Eigenlijk. Ja. En dat, ja. En toch gun je het hem een beetje. Dus je zegt 60% op Tomatometer. Ja, zoiets eigenlijk. Gaan we hem afronden, jongens? Ja, ronden we hem af. Ronden we lekker af. Moeten mensen deze film gaan kijken? Je moet niks. Nee? Vandaag moet je niks. Nee. Het is een kerstfilm, toch? Ja. Ik heb een andere film die ze moeten kijken op kerst. Oké. Okay, ja. Dus, maar niet deze in ieder geval. Niet deze, nee. Ik ga hem niet kijken. Conclusie en rating, Hakan. Ik vond wel, er is wel heel veel marketing tegenaan gegooid, man. Ja, blijkbaar was het onnodig. Ja, maar ik zag op tv... Ja, maar dat is ook altijd de vraag, hè. Bijvoorbeeld zo'n grote film wordt heel veel reclame voor gemaakt. Ja. En dan is die ook gewoon echt groot. Maar dan was zo'n film wordt heel veel reclame voor gemaakt. Maar dan is die ook echt slecht. Ja, als een film weinig reclame voor is gemaakt, dan is die middelmatig. Ja, ja. Van de legendarische regisseur John Woo. Ja, maar je hebt hem echt veel gezien. Maar in de zaal zaten ook echt van die types die al de hele dag tv kijken. Ja, oké. Okay. Ja, echt, toch? Ja, dat wel. Er waren echt van die types die Johnny en Anita de hele dag een bier zitten te drinken op de bank en de hele dag filmen. Laten we niet generaliseren. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Dus die zijn echt op afgekomen op de tv-reclame wat ze hebben gezien. Ja, oké. Okay, ja. Ja, nee, snap ik. Normaal als je naar de film gaat, zie je jongeren. Heel veel jongeren. Mm. Nou, je waren ook wel jongeren. Ja, ook wel. Maar wel een bepaalde soort jongeren. De rest van mij, er zat een oude man, jongen, die zat M&M's te kouwen. Oh, ja, die heeft nog in de klas gezeten bij John Woo misschien. Die had ik ook bij Wonka, man.
Pak ik mijn skittles, staat hij me zo scheef aan te kijken. Waarom skittles zit? Ja, jongen, echt. Misschien had je zijn skittles gepakt. Ja, ik denk M&M. Al, er lag skittles onder mijn handen. Ik dacht dat die van mij waren. Die heb ik allemaal opgegeven. Ah, oké, okay. Geef ons een conclusie, een rating. Ja, ik begin gelijk met de rating. Ja. Conclusie heb ik weinig woorden voor. Spraakloos. Ik ben spraakloos. Net als de film. Ja, inderdaad. Ik geef het een 2, man. Een 2? Ja, man. Ik doe een conclusie op de manier hoe dingen dat zou doen. Die gast, Godlock. doe even iets tegen je kill aan. Ik vind deze film... nee, ja, kijk alleen de laatste half uurtje, weet je wel. neem gewoon mee wat ik heb gezegd. Zijn zoon gaat dood en hij wil wraak. Ja. En dan laatste half uurtje kijken en het is wel genoeg. Ik geef voor de laatste half uurtje geef ik het nog alsnog een 2,5. Ja, oh, kijk, 2,5. Nee, ik had niet. Dit is niet wat ik had verwacht van John Woo. En, can I get a woo? Can I get a woo? Woo-hoo. Yeah, lekker jongens. Voor die woo geef ik een 2,5. ja, dus dat wordt een 2,5. Dus, dan match het wel eigenlijk met de letterbox cijfer. Ja. Wij zijn echt een typische letterbox gebruiker. Ja, ja. Silent Night bij John Woo. Wij geven de film 2,5 sterren. Ja. Tweede film van de aflevering, jongens. De Tatas 2. De Tatas 2. Ja. Beetje... Niet te verwarren met Tatas van de Mokromafia. Nee, niet die. Nee. Inderdaad. Die was nog wel. Mirza, mag ik jouw mening over de film? Ja. Eén woord. Ja, lastig, man. Lastig, man. Dat ja, is lastig, een... lastig, 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 ja. Oren. Afvalbak. ja, echt. Ik ben zo fucking klaar met het geouwehoer in de Nederlandse filmindustrie. Maar mogen we jouw woord eerst even? Dan we beginnen. Ik heb er geen woorden voor. Oprecht, ja, ik weet Silent niet. Silent Night. Silent Night. Ene kant de droge humor erin. Ja, dat is leuk. Maar leg anders eerst even de film uit en dan gaan we gestrekt been erin. Yes. het gaat over Erik. Erik die woont in de Hollandwijk. Ze willen de Hollandwijk praktisch gezien slopen. En gaat hij dus proberen tegen te houden. Ja. Ja. Protesteren. Het is echt zo'n fucking cliché verhaal eigenlijk. Hè? Ja. Je hebt volgens mij best wel veel films van dit soort dingen. Dat de buurt in één keer bij elkaar komt en samen de wijk gaan redden. Ja, klopt. Ja. Ja, maar dan, ja, wat het gebeurt is, er? We zijn zo negatief, jongens. Kom even. Nee, maar, ja, maar ik vind het, wat Oren zegt, klopt wel. Ja. Ik vind het zo cliché. De Turken in de film die zeggen lan. Mm-hmm. Hele dag door Olemlan. Wat doe je lan? Zitten standaard in het koffiehuis, weet je. Er speelt één donkere vrouw en daar wordt weer pittig gekookt. Omdat ze. Ja, weet je wat? Kijk, Suriname eten de makers van deze film. Die vonden dat er sinds Shoef Shoef geen echte culture clash films meer werd gemaakt. Okay, en dus vonden ze het nodig dat het weer tijd was voor zo'n soort film. En dan denk ik bij mezelf, ja, de Marokkaanse acteurs die waren er al een beetje klaar mee met dat allemaal bullshit rollen wat ze kregen. Yeah. Dus ze worden nu wat serieuzer genomen. Bijvoorbeeld, de Mokromafia is ook eigenlijk een beetje stereotyp, maar het is niet meer echt een clownerij. Yeah. Je had die dingen, hoe heet het, die Gouden Uur of zoiets. Gouden Uur, zulke series beginnen ze te krijgen. En dan komt er weer zo'n gek die zegt van, ja, we moeten wel een culture clash maken. Een fucking Uncle Tom, of hoe je het wilt noemen. En die gaat dan weer Turken kakken zetten. Komen die, zoals Hakan dat zegt, zitten ze de hele tijd lan, olum, lan. Ottosbier. Pagaboy, hele dagen theehuis, dit en dat. Ik ga kapot maken. Agressief. En hij echt, ik, fucking goedkope. En weet je wat nog ergste is? Die films die verkopen ook gewoon in Nederland, hè? Ja. En dat vind ik nog steeds erg. En die gast links van ons, die had de tijd van zijn leven. En denk echt bij mezelf, ja, rare cultuur heb jij. Maak gewoon even een normale film in plaats van dit. Ja, wij zijn er ook naartoe gegaan. Ja. Maar dan gewoon puur voor een episode. Maar anders zou ik ook echt nooit naar kijken. Ik zal er niet voor betalen. Hebben jullie de eerste dat al gezien? Ik heb die niet gezien. Ja, wel, ja? Ja. Maar is het een beetje op dezelfde humor voortgeborduurd? Kijk, maar als ik gewoon eerlijk ben, dan vind ik de eerste beter dan dit. Want de eerste was iets van vernieuwend. Nog steeds vind ik het trash. Ja. Maar het is wel een soort van vernieuwend.
Ja. En dan denk je van, oh ja, we hebben zoveel succes geboekt bij de eerste. Laten we gewoon maar doorgaan bij de tweede. En dan hebben ze een tweede gemaakt. Maar ook bij dat rode loper, dan zie je gewoon, de vragen ze aan Vonneke Bonneke van, oh, je bent zwanger, huppel de pup, en ja. Zus en zo. Was een reel van Op de Matrix. Mm. En dan zeggen ze van, ja, ik heb al ja gezegd, maar ik was zwanger. En dan hebben ze gewoon de script voor mij aangepast. Ik denk wel zo, wat voor fucking cheap script is dit? Ja. Dat je gewoon dat je haar hele verhaal aanpast omdat ze zwanger is, weet je wel? Ja, dat is gewoon echt, aan alles kun je merken gewoon, dit is gewoon gemaakt om geld te verdienen en dan boeit ze allemaal geen fuck wat ze doen. Maar ik vond het ook opmerkelijk al die, ja, hoe moet je het zeggen, TikTokkers of influencers die erin spelen. Ja. Dat is gewoon eigenlijk puur om mensen te trekken, toch? Het is niet om een acteerkwaliteit, toch? Nee, totaal niet. Want wie zit er allemaal in? Je hebt Izzy. Rarko, toch? Rarko zit erin. En van Rarko ook, weet je wel. Dat vind ik echt zo schandalig. Voor 2 tientjes ga je jezelf zo neerzetten in een film. Ja. Ja. Ah, kom op, jongen. Doe dat dan gewoon niet. Doe dat jezelf niet aan, jongen. Echt. En, hoe heet die vrouw van de opa, zeg maar? Die nieuwe vrouw. Oh, Glennis. Heet ze Glennis? Oh, nee, Janice. Janice Blok. Ja, ja. Met haar botoxhoofd. Ja, ja. Ja, dat. Nou, het verhaal zelf was ook weer, zoals ik zeg, vol met clichés. Ja. De buurt wordt gesloopt en de buurt moet gered worden. En degene die de buurt wil slopen is toevallig de villain. Of ja, toevallig. Het is gewoon standaard de villain altijd in dit soort films. Ja. Dus ik weet het niet. Eén persoon vond ik wel geweldig in de film. Wie dan? Ja, 2. Nou, ik vind dat Leo Alkmaar, die doet het goed. Ja, maar ik heb bij Leo Alkmaar ook echt het gevoel, die is opgegroeid in zo'n buurt met allemaal Turk en Marokkanen. Ja, want hij is, elke keer pakken ze hem weer, weet je wel. Ja, ja, ja. Hij zat ook bij Shoef Shoef heel lang. En nu Robbie. Zit hij ook weer bij dit soort films, zit hij de hele tijd weer bij. Maar Sluipschutters is toch echt goud. Ja, klopt. En wie is die andere? Bart. Dat is het zoontje van Leo. Ah, ja. Die doet wel geweldig, vind ik. Ja. En die andere is ook een TikToker, toch? Die dochter van hem, van die Leo Alkmaar. Hoe heet zij? Marleen? Nee? Ja, ik weet niet hoe ze heet in de film. Sterrenkoning? Is zij dat? Oh, ja, Sterrenkoning. Ja. Ja, Ik zei haar naam. Ze is TikToker of zo, toch? Ze is TikToker, maar volgens mij doet ze ook zingen en zo, man. Dikke belediging. Ze is gewoon een artiest, maar we noemen haar TikToker. Maar dat is tegenwoordig echt zo, hè? Maakt niet uit wat je doet, al die boomers. Wij vallen er nu ook onder te vallen. Ze zitten altijd van, oh, je maakt muziek, je bent TikToker. Ja. TikToker is ook een professional. Dat is gewoon een job. Wat ben jij? Ja, ik ben Instagram model. Maar ik vind wel tof dat sommige gasten wel gewoon hun profession naar een bepaald niveau kunnen dragen door TikTok. Ja, dat wel. Dat is wel zo. Wat ik wel kut vind is gewoon van die gasten die beginnen op TikTok en denken van, ja, weet je wat, ik ga ook muziek maken. Of ik ga een film maken of wat dan ook. Maar kijken we uit naar een Tata's 3 dan? Nee. Ja, maar als ik weet niet hoe het met die cijfers voor zit. Hè? Maar als die cijfers gewoon dingen zijn, dan gaat hoe dan ook weer een deel 3 komen. Want zeg nou eerlijk, het script, daar gaat echt niet het budget naartoe. Nee. De casters, en er zijn allemaal van die TikTokers, zoals ik zeg, die geef je, weet ik veel, voor een filmdag €500. En die zijn daar, weet je wel. En dan doe je 3 filmdagen met ze. Dus dat kost bijna niks. Het is ook niet cinematografisch geweldig dat je de duurste cinematograaf moet inhuren of wat dan ook. Dus alles is best wel cheap. Als het heel veel oplevert, dan gaan ze hoe dan ook een deel 3 maken. Ze teren eigenlijk gewoon op de populariteit. Niet op de kwaliteit eigenlijk, toch? Ja, zeker. Dus zien, maar daarom zit het ook helemaal vol van allemaal van die acteurs, actrices en TikTokers die een bepaalde doelgroep aantrekken. En dat is dan vooral de jongeren. Maar je hebt ook niet echt veel keuze in Nederlandse bioscoopfilms. Vind ik. Ja, weet je wat het probleem in Nederland is? Want Nederland is echt op films, bijvoorbeeld echt een goede film wordt in Nederland bijvoorbeeld niet gekeken. Ja. Tenzij het heel veel actie heeft of wat dan ook. Mm. Dus dan kun je alleen maar dit soort films maken, want actiefilms zijn ook best prijzig. Ja. Dus maken ze dit soort films en dit soort films worden dan wel bekeken. En dit soort films zijn wel goedkoop in productie en het levert heel veel geld op. Dus in Nederland worden heel veel van dit soort films gemaakt. Ja. Want in Nederland zijn ze blij met bijvoorbeeld 100.000 bezoekers. Maar wat verdien je aan zo'n kaartje van 100.000 bezoekers? Ja. Weet je wel, als je dan gewoon zo'n film maakt als Killers of the Flower Moon of 200 miljoen in Nederland, dan ga je never nooit die terugverdienen. Nee. Nee, klopt. Maar ik denk misschien dat het ook te maken heeft met fonds, sponsoring. Gewoon het geld, budget. Bijvoorbeeld die Sweet Dreams van dingen. Hoe heet zij nou? Die Anna nog wat. Ja, die Bosnisch-Nederlandse vrouw. Ja.
Die is voor Nederlandse dingen is die opgestuurd naar de Oscars. Of hoe noem je dat? Gewoon... Als een Nederlandse inzending. Als Nederlandse inzending, precies. Dat was het woord. Dus er zijn Nederlands goede dingen. Mm-hmm. Alleen bijvoorbeeld, ik durf te wedden, als je nu de straat op gaat, niemand kent dat. Ja, terwijl dat gewoon, als je naar een land als Amerika gaat, is ook niet dat iedereen het Amerika kent. Maar ik denk dat in bijvoorbeeld land in Amerika veel meer mensen die kennen dan ze in Nederland kennen. Ja. Dus in Nederland zijn we echt een ding wat betreft films. Gewoon. We kijken alleen maar gewoon of heel veel actie of heel veel cheap shit. En kijk, zo'n taxidriver. Ik zeg dat altijd. Zo'n taxidriver van Robert De Niro. Mm. Weet je wel, hoe fucking simpel is dat eigenlijk om in Nederland te filmen? Het kost je ook niet superveel. Mm. En je gaat me niet vertellen dat we in Nederland geen goede acteurs hebben. Er zit vast wel één pareltje tussen die dat rol kan vervullen wat Robert De Niro daar heeft gedaan. En pak dan geen influencer of wat dan ook. Pak dan geen influencer inderdaad. Ja. Maar dat gaat gewoon in Nederland niet bekeken worden. Nee, heb je gelijk in. Nee. Want daar is gewoon letterlijk maar één shootout scène. En mensen komen toch echt voor actie. Ja. Maar terwijl eigenlijk het verhaal zelf, dus die hele karakter, die vertelt superveel. Maar dan niet hardop. Weet je wel? Je moet het soort van beseffen wat hij speelt. Dat is eigenlijk een weerspiegeling van de maatschappij, die gast. Mm. Maar dat in Nederland, zien ze dat niet. In Nederland kijken ze alleen maar van hoeveel mensen zijn er doodgeschoten aan het einde van de film. Weet je wel? Dat is het belangrijkste. Ja, Het moet zoveel mogelijk actie zijn. Of het moet een TikToker zijn. Dus Project Geo of de Bellinga's of zo. Ja, weet je wel? Dat wordt wel goed bekeken. Klopt, man. Klopt. Laten we een einde aanbrengen. Ja, want, Jongens, zou ik eerst even de cijfers opnoemen? Wat film nou, doe maar even. Doe maar niet. Ga maar gewoon gelijk door naar onze conclusie. Gewoon naar conclusie en rating. Ja. Maar cijfers, dat maakt vrij weinig uit. Nee. Kijk maar, zeg maar die cijfers. Want die cijfers, daar zou je best wel verbazen, man. Op IMDb heeft hij 72%. De 62%. Ja. En op Letterboxd heeft hij 3 sterren. Ja, daar was ik best wel in shock van, man. Ja, ik ook. Wie de fuck heeft die beoordeling gegeven, man? Ja, ik weet het niet. Dat kan niet. Dit klopt niet. Nee. Dit klopt niet. Iets gaat hier mis. Ja. Weet jij wat het is? Hé, dat ruimt daar kan. Ja. Bel ons. Nee, als ik er een... Conclusie en rating. Ja, conclusie en rating. Wat vind jij ervan? Kutfilm. Ik geef het een 2, man. Ik wil niks verder over zeggen. Ik weet niet. Ik ben sowieso helemaal klaar met die fucking culture clashes en dat cheap onzin. Maar de vorige film, die zou ik nog eventueel een 2 geven omdat het vernieuw was. Maar dit geef ik gewoon 1,5 of zo. Ja. 1,5? Ja, omdat ze tenminste allemaal... Ze zijn allemaal ook bij elkaar gekomen om een poster te maken. Weet je wat ik nog bij wil zeggen? Nee, weet je wat ik bij dus voor die moeite? Ja. 1,5 wat ik nog bij wil zeggen, geef mensen die misschien net... klaar zijn met toneelschool. Of gewoon net nieuwe acteurs die een beetje moeten instappen. Ja, maar dan verkoopt die film niet. Ja, oké. Het is ook maar echt niet... Nee, maar het is don't hate the player, hate the game. Ja. In Nederland is het gewoon... Niemand gaat ernaar kijken, man. Ik snap het. Maar dat zou mij mooier lijken, laat ik het zo zeggen. En misschien groeit daar een nieuwe goede acteur uit. Of actrice, weet je wel. Maar niet met die influencers, man. Ja, of een beginnende comedian. Ja, dat zou ook kunnen. Ja. Want dan ga je een soort van... Dan krijg je ook originele grappen, man. Nee, maar dan krijg je gewoon... Voor Nederland heb je geen programma's SNL. Maar in Amerika heb je SNL. Weet je wel, Saturday Night Live. Oh, ja. Bijvoorbeeld Adam Sandler en zo. Die komen daar allemaal vanuit. Ja. En die gaan dan gewoon... Ja, maar dat soort types, weet je wel. Geef ze een kans. Geef en misschien groeien ze uit tot echt een goede Nederlandse comedy acteur. Ja. Als je dan toch comedyfilms, dit soort films gaat maken... Ja. Dan denk ik bij mezelf, doe het dan op die manier. Gooi een paar van die comedians tegen. Ja. Of die Kevin Hart types. Ja. Wow. Nou, ik geef de film ook een 2. En dan... ik wil me eigenlijk aansluiten bij oren met die 1,5. Maar ik geef het een 2 puur vanwege die droge humor. Ik heb misschien echt gelachen, man. Maar één ding vond ik wel grappig. Met die kruiden of zo. Met die, je moet koetshaar gebruiken. Oh ja, koetshaar. Ja, ja, ja. En dan zegt hij, kutje, wat? Nee, ja, maar dat, op een gegeven moment gingen ze daar ook weer veel te lang op. Ja, gingen ze het 10 keer zeggen en dan was het wel klaar. Ja. Ben ook heel snel klaar mee. Hakan, gemiddeld? Ja, we maken er gemiddeld 2 van. Ja. Ja. En dan gaan we naar de snack. Snack. Boys. We hebben... Boys. Sinds het begin, de boys. Hmm. We hebben sinds het begin al of eten. Of wat te drinken. Ja. Tot de vorige aflevering. En nu pakken we die reeks hoezo? Door. Tot de vorige aflevering. Red Bull. Ja, dat is ook te drinken. Ik zeg toch eten of drinken. Wat is Red Bull?
Oh, ik dacht dat je zei van eten. Sorry. Nee, dat heb ik niet gehoord. Wat gaan we nu doen? Gaan we breien? Ja, weet je, ik had wat lekkers besteld. Alleen kerst en Sinterklaas en in één keer hebben alle bezorgers, de ZZP is ook super druk. Ja. Ja. En dat is niet binnengekomen, dus ik moest even snel flux wat fixen. Ja. Dus ik heb wat lekkers bij me. Ik vraag me... Ja, okay, ja. Ik heb twee verschillende soorten chocoladerepen. Dus de Snickers met creamy peanut butter. En de Lion met peanut. Peanut. Oké. Okay, ja. Huh? Ja. Maar wacht. Je hebt de glazen erbij gepakt. Wat de fuck? Klopt. Ja, maar die moet je erin doen. En dan ga je roeren. Dan gaan we roeren. En een blik energiedrank. Zo. Nu hebben we ook een blik energiedrank. En ik denk dat je wel snapt waarom ik drie glazen hier neer heb gezet. Als ik iedereen een halve liter van dit ga geven, dan staan we einde van de podcast. Zijn we klaar? Kunnen we gaan? Ik wil roken? Hey, weet je wat ik wel heb? Monster, hè? Ja. Die originele. Ja, die zwarte groene. Ja, ik wil daar wat over zeggen. Ja, daar hadden we vorige week toevallig ook over. Want die smaakt gewoon naar luiers. Ja? Heb je wel eens een kinderluier gepakt en aan geroken? Daar zit zo'n bepaalde... niet nadat hij vol is gescheten. Nee, kap nou. Je zag hem ook gekomen. Als je hem uit de verpakking haalt. Gewoon zo'n Pampers uit de verpakking haalt en je ruikt eraan. Dan heeft zo'n bepaalde geur, toch? Nee. Die originele van Monster, die groene met zwarte, die ruikt daarna, man. Die ruikt gewoon echt naar kinderluiers. Die echte energie. Hoe vaak drinken mensen dat? Weet niet. Ik heb wel eens. Ik weet niet, maar ik vind die ook totaal niet. Ik zou hem wel drinken als Monster on Sports. Sponsor. Monster, hallo. Ik heb wel de smaak van. Monster, lekker, kinderluiers. Hey. Weet je nog, Hakan, toen we Bamboezel deden? Dat was die luie smaak. Ja, maar dat smaakt naar Monster. Dat niet echt. Als Monster ons dan wilt sponsoren. En Monster. Monster. Jongens, pak een blik. Maar dit heet, pak een blik. Doe maar even ervoor. Dit is Monster Punch. Punch in je face, jongen. Punch Pacific. Pacific Punch. Okay. Nou, jij zei vorige week toevallig van, ik vind Monster totaal niet lekker. Nee, man. En dat die mening die deelde ik ook met jou altijd. Hier is helemaal niks, geen Monster, hier is helemaal geen energy drink dingen meer aan, hoor. Nee, dit heeft niks met energy drink meer te maken. Ze kunnen ook gewoon letterlijk Monster Cola pakken, weet je wel. De smaak van de cola, ja. Dat heb je ook. Het ruikt naar grapefruit, sorry. Zo, dit smaakt naar pre-workout. Pre-workout met... Is raar, man. Pre-workout met prik. Ik had een keertje zo'n pre-workout met tropical punch. Daar smaakte dit naar. Ja, klopt. Maar is ook Pacific. Tropical. Een beetje hetzelfde. Meer zet, tas toe. Ik krijg een punch, jongen. Zo. Een lion. Jongen. Lion met peanut. Ik vertel net aan jou dat ik niet van een lion En deze krijg je zelfs met peanut. Oh, ja. Ja, maar het is ook iedere keer toevallig, want vorige week zaten we hier ook, vorige keer, hadden we een Red Bull. Die dingen zijn mokers uit, jongen, altijd. Dat is altijd lekker. Ik heb nog een Snickers voor je. Deze is voor... Die breekt de tanden. Deze is voor rapper Sjoz. Rapper Sjoz. Hey. Ik heb net pindakaas gegeten. Nou, zit hier ook pindakaas in. Nee, hier zit pinda in. Hier zit echt pindakaas in. Oh, je zit pinda? Ik ben allergisch voor pinda's. Oh, oké, is goed. Nou, jongens, vanaf volgende week neem ik en Mirza het over. Lion vind ik wel super lekker. Die klonk lekker, man. Deze is echt hard. Dus even doorbijten, hoor. Ik kon hem niet eerst even op de verwarming leggen. Had gekund. Maar ja. Even ademhalen, hoor. Ding is echt hard. Maar Hakan, jij bent de Monster Energy specialist. Nou ja, specialist. Maar drink je wel eens deze? Ja, man. Ja, en heb je een top 3 van Monster Energies? Wat is de lekkerste? Wat is de... Ja, Lewis Hamilton op 1. Oh, je bedoelt echt de sponsor. Ja. Je hebt een blauwe. Ja.
Dat is mango smaak. Mm. Alleen heb je twee varianten. Je hebt de ultra en je hebt de normale. Volgens mij is die groene ook lekker, of niet? Paradise. Ja, het smaakt een groene appel. Ja, we kennen iemand die die ook lekker vindt. Je denkt, mijn voorganger. Die drinkt er 4 op een dag. Hoeveel? En dat was te ruiken. Dat was cheat day die dag. Maar weet je wat het is? Kijk, als ik in zo'n blikje heb, dan denk ik, oké, is genoeg. Ik kan er ook gewoon rustig mee een uur doen. Het is een halve liter, weet je. Maar ik heb collega's gehad in de bouw. Die klikken zo'n blikje open en is het in één keer op. En 10 minuten later lopen ze met een blikje Red Bull. Volgens mij heb je zo'n sluitbare dop bij sommige monsters, toch? Ja. Maar, hey, weet jij dat? Waarom is het halve liter? Nee, maar waarom niet van die kleintjes? Wat is daar geen idee. Haken is nog aan het eten. Wacht ik even. Wacht. Terug. Ik heb iets te groot. Toch? Ja, weet je. Ik vind het ook zo onhandig. Ja, zo'n chocola op tafel hier. Nee, jongen, dat zijn die pinda's. Oh, de krokant krap pinda is de pinda. Voor jou en hij mij. Hij is wel krokant. Met die schoenen. Oh nee, dat was hem niet. Dat was wel de pinda is oké. Maar vertel Haken. Van jola. Pinda, 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 yeah. Zo. Ja. Nou, ik weet het niet. Ik weet niet waarom het halve liter zijn. Ja, maar het is ook, vraag ik toch. Ja, het is ook op. We hebben een half uurtje lopen wachten tot jij klaar was met eten. Om te horen. Ja, ik weet niet waarom. Stel. Maar omdat het halve liter zijn, kun je ze niet meer krijgen bij de Albert Heijn en bij de Jumbo. Die zijn ze aan het boycotten. Oh echt? Boycotten. Boycotten is wel een heel leuk. Waarom? Ja, omdat het halve liter zijn gewoon verboden. Omdat het halve liter zijn. Ja, waarschijnlijk omdat er te veel cafeïne in houdt. En dat de Europese wetgeving dat niet toelaat. Zal dat het zijn? Maar hoezo verkoopt de koop het dan wel? Ja. Dat importproducten koop, zijn. Kijk eens, heb je deze van de Action of zo gehaald? Is gewoon Nederlands. Kijk eens naar de achterkant. Oh, waar is die? Oh, daar. Is gewoon... Spullen van Action en zo. Is geen import. Oh. Is gewoon bij de tankstation. Bij de Spark kun je hem ook krijgen. Ja, want wat je wel hebt, bijvoorbeeld die Primes waren ook verboden, toch? Maar dan heb je heel veel van die gasten die ze importeren gewoon. Het gaat erom, omdat jongeren die gaan tegenwoordig heel vaak naar de supermarkten. Ja. En als je dan zo'n halve liter haalt en je gaat in de pauze terug naar school. Ja. Leraar zegt ook, die kinderen zijn niet stil te houden. Ja, met een blikje Red Bull. Een blikje hij wilde Bull bijna neer te slaan, zeggen. Maar omdat het halve liter zijn, verkopen ze dus niet in de winkel. Dus Monster is nu ook rustig aan het overstappen naar normale blikjes. Okay. Ze hebben die zwarte, die normale energiedrank dus. Mm. Die kun je al in kleine blikjes halen. Nee, dankjewel. die kleine, die kun je al in normale blikjes halen. Oh. En ik ben echt aan het hij praat te veel. Van die kleine, maar met een espresso, toch, was het? Is dat niet van Monster? Oh ja, die zijn toch? Ook van Monster, maar die zijn echt ranzig. Oh, okay. Ja. Die heb ik wel eens gehad. Ik vind dat vies. Ja. Maar ze brengen nou ook steeds die kleinere blikjes uit. Je hebt die witte bijvoorbeeld. Mm. Die heb je dan ook weer in kleine blikjes. Oh. Maar ja, dat zijn dan... Nou, genoeg al voor onze sponsor. Yes. Monster Nederland, bel mij. Ja. Zo, die pinda die blijft plakken. Mm. Ik snap wel dat Shorts op een gegeven moment zei... Net pindakaas gegeten. Ja. Mijn woordvoerder. Bel mij, Monster. Hij moet alles afmaken, weet je wel. Nee, top. Leuk man. Laten we snel doorgaan, want ik begin te trillen. Nee. Ja, Hakan, dank u wel. Wonka? Wonka. Wonka. We zijn bij de laatste film aangekomen, boys. Wonka. Yes. Ik wil eerst een woord van jullie horen. En dan ga ik door. Muzikaal. Kartel. Het is eigenlijk er zit een kartel in een film. Dus ik denk dat het misschien voor een Nederlandse doelgroep best wel leuk kan zijn. Ze houden van heel veel kartel en maffia en zo. Ja. Nee, ik zeg teleurstelling. Ja, oké. Okay. En dan dat moet ik nu moet ik uitleggen waar de film over gaat, toch? Ja. Oké, okay, dan ga ik daar even doen. Nou, ik zal ook een beetje context geven, want de originele die wij kennen, Charlie and the Chocolate Factory en Willy Wonka and the Chocolate Factory, gaat vooral over Charlie, die dan de Golden Ticket wint en dan op bezoek gaat naar Willy Wonka's Chocolate Factory. Mm-hmm. Dit is wat anders. Dit is
Wonka gaat eigenlijk over Willy Wonka zelf. Het is gebaseerd op het boek, maar het is niet één op één overgenomen van het boek. We volgen hier Willy Wonka die aankomt in het dorpje waar het allemaal om chocolade draait. Waar de grootste chocolatiers van de wereld zitten. Uiteindelijk, de chocoladekartel die merkt dat hij fucking goed is. Mm. En die proberen hem een soort van te onderdrukken met corruptie en omkoperij en noem het maar op. Dus daar gaat Wonka over. Jongens, wat vonden jullie van de film? Ik vond de film leuk. Ja. Verhaal is goed. Ja. Alleen, vergeleken met de originele vind ik hem teleurstellend. Ja, je kunt niet zeggen originele. Toch? Ja, vergeleken met dingen, met de versie die jij leuk vond uit 2005. Uit 2005. Ja. Ja. Nee, het verhaal is leuk. Maar ik had meer het idee dat het echt een kinderfilm is. Ja. En ik zei net het muzikaal. Dit is niet mijn ding. Nee. We're all in this together. Dat was sowieso een ding de laatste tijd. Hè? Want elke film is nu gewoon muzikaal. Want The Hunger Games was niet zo muzikaal voorheen, toch? Want die hadden wij nog niet gekeken, maar jij wel. Ja, was niet zo muzikaal. Maar het is nu echt overal zitten te zingen. Ja, de nieuwste Hunger Games is echt een musical geworden. Mean Girls, wat een musical. Wat hebben we nog meer gekeken? Of althans, wat gaat er nog meer uitkomen? The Color Purple. Purple gaat echt met zang en dans worden. Little Mermaid, maar ja, dat is ook echt een kinderfilm. Flora and Son heb ik laatst gekeken op Apple TV. Dat was echt een ding. Dus musical in films is echt een trend. Alles draait om muziek en dans. Ja, ik had hem wel leuker gevonden als dat niet was. Ja. Zeg maar, wanneer zo'n stukje begint dat ze gaan zingen, heb ik zo het idee van, ga allemaal gewoon door. Ga door, weet je wel. Soms ook al, hoor. Maar het is ook niet echt goed muziek of zoiets. Weet je wel, twee muziekdingen waren goed. Maar die waren ook van de vorige. Ja, dus die Come With Me was ook van de 1971 versie van Willy Wonka. Mm-hmm. En de Oompa Loompa song. Die Oompa Loompa zijn fucking legendary. Ja. En in deze film had je ook weer Oompa Loompa song. Dat was mijn ESPN app. Waarschijnlijk is de wedstrijd begonnen. Ik zal hem even uitzetten. Sorry voor het ongemak. Maakt niet uit. Maar de Oompa Loompa song was bij de vorige ook echt dingen. En die is nu ook weer zo fucking catchy. Dat als je de bioscoop uitloopt, hoor je mensen de Oompa Loompa song al fluiten. Terwijl ze naar buiten lopen. Nee, maar deze film was ook eigenlijk weer het bewijs van hoe fucking goed eigenlijk het boek van Roald Dahl is. Mm. Want ik keek echt uit naar deze film. Mm-hmm. En tijdens het kijken van de film vond ik het toch wel weer matig. Want de Roald Dahl dingen, die kinderen en zo, die zijn iconic geworden uiteindelijk. Hè? Dat rijke meisje met die babcut die zo fucking breed wordt in de 2005 versie. De Gamer Kid en die Duitse kind die heel dagen braadwoers zat te eten, weet je wel. Oh ja, uiteindelijk ook in de 2005 versie verdrinkt in het chocolademelk. Yeah. Weet je wel, dat soort dingen, dat was echt iconic, man. En dat heb je hier niet zo heel veel terug. Sowieso de heel veel stukken uit deze film ben ik ook gewoon kwijt. Terwijl het gewoon echt vorige week was dat we hem hebben gekeken. Heel veel muziek is ook niet bijgebleven. Yeah. Heel veel van de kostuums waren uit die 2005 versie fucking legendary. Mm-hmm. Dat is hier ook niet zo heel veel bijgebleven. Heel veel karakters is niet bijgebleven. Yeah. Ik noem die gasten die boekhouder en weet ik veel, die vrouw die bijna niks zegt en zo. Ja. Dus ja, overal is het best wel uiteindelijk een teleurstelling voor mij geweest, deze hele film. Maar kunnen we misschien, hebben we highlights van de film, wat wel goed was? Want als we kijken naar de cijfers. Hij scoort best hoog. Hij scoort best hoog. Letterboxd 3,5. Ja. IMDb 7,5. Ja, maar ik denk dat te maken heeft met het feit dat het voor nieuwe generatie dingen is, toch? Okay. Want wat wij hadden met Willy Wonka uit 2005, als kind zijn er naar keken. Ja. Wat we echt fucking geweldig vonden. En dat is voor ons nog steeds de maatstaf soort van ook voor deze film. Mm-hmm. Is dit dan gewoon voor de nieuwe generatie kinderen misschien dingen? Ja, dat zou kunnen, ja. En moeten ze dit niet doorpakken, denk ik dan bij mezelf. Moet dit geen trilogy gaan worden? Dat zou kunnen. Waarom niet? Want we hebben gekeken naar Willy Wonka. Hoe die is begonnen. Hoe die de boel heeft opgezet. Of althans is begonnen voor hem. Met chocolade en zo. Mm-hmm. En dat we dan een tweede deel krijgen. Waar we dan zien het fabriek. En hoe het fabriek verder wordt uitgebreid. Wat we aan het einde van deel 1 hebben gezien. Hoe Oompa Loompas uiteindelijk in de film komen. Want ik heb de Oompa Loompas echt weinig gezien. Ja. Maar die Oompa Loompas zijn fucking legendary. Ja, die Oompa Loompas die wil ik veel meer zien. Dus daarom wil ik een trilogy. En in het tweede deel van de trilogy wil ik zien hoe de Oompa Loompas in dienst komen van Willy Wonka. En hoe ze de hele zaak gaan runnen. En uiteindelijk moet dan deel 3 uitkomen. En dan krijgen we eigenlijk Charlie Chocolate Factory. Alleen dan dit keer niet vanuit het perspectief van Charlie. Maar vanuit het perspectief van Wonka.
Wonka. En ja. Daar ben ik dan wel weer nieuwsgierig naar. Ja. Maar dat was ik hier ook, maar uiteindelijk een teleurstelling. Ik weet dat ik waarschijnlijk daar ook naar uitkijk en dan ook weer teleurgesteld ga worden. Maar toch kijk ik er deels naar uit dat het uiteindelijk een soort trilogy wordt en dat we dan Willy Wonka in stappen gaan zien. En uiteindelijk in het derde deel weer die golden ticket. Ja. I want the golden ticket, daddy. Maar de Oompa Loompas zijn best wel populair geworden. Ja. Zou daar niet een film over gemaakt kunnen worden? De spin-off. Ja, spin-off. De spin-off. Want ja. Ze hebben ook bij Shrek, toch? Ja, de klopt. Donkey en Pussy Boots. Want Donkey moet nog uitkomen. Sorry, dat is aangekondigd. Maar ze komen van een eiland, toch? De Oompa Loompas. De Oompa Loompa Island of zo? Oompa Island of zo? Daar zou ook een film kunnen over gemaakt worden. Ja, er worden wel kort flashbacks gegeven, inderdaad. Ja. Maar waarom is chocolade voor een heilig misschien? Dat je daar nog film van kan maken. Ja, want hun hebben die speciale beans, toch? Is het? Ja. Die hele grote. Ja, man. Ja, het is Oompa Loompas, man. Legendary, man. Legendary. Ik wil veel meer Oompa Loompas zien in de film. Ja, maar ook even over Timothée Chalamet. Hij heeft het wel fucking goed gedaan. Ja, zeker. Hij had ook big shoes to fill. Want de vorige was Johnny Depp. Fucking legendary Johnny Depp, weet je wel. Maar ook iconic. Van die film, bijvoorbeeld die kostuums en zo ook, hè, van de Tim Burton versie. Die zijn gewoon legendarisch, weet je wel. Het is gewoon een Halloween kostuum. Gewoon elk kostuum uit die film is met gewoon die een bril, Halloween. Toch? Met die bril, ja, weet je wel. Grote bril. Maar ook gewoon die kinderen allemaal, weet je wel. Die meisje in de tracksuit en die bobcut, weet je wel. Ja, ja. En die andere rich kid en die jongen, die braadworst jongetje die gelijk verdrinkt in het begin. Dus die is veel meer iconischer, man. Mm. Maar Timothée Chalamet doet het in principe zelf ook best wel goed. Ik vroeg nog aan Hakan van, zou hij zelf gezongen hebben? We twijfelden nog. Ja, klopt, nee. We twijfelden. Ja, dan, toen dacht ik al gelijk wel van... Zelf gezongen, blijkbaar. Ja, ik dacht dan gelijk van, ja, hij heeft veel meer films heeft hij gezongen. Mm-hmm. En waarom zou hij deze dan niet gezongen hebben? En inderdaad, ik had even op internet gekeken. Paul King heeft hem geselecteerd omdat schijnbaar een high school performance van hem viraal ging een tijdje. Okay. En in dat stukje was hij ook aan het zingen en aan het acteren. En dat heeft toegeleid dat hij nu de rol heeft gekregen van Paul King voor Wonka. Gek. Dus dat... Ja. Weet je dat Timothée Chalamet, dat is wel een leuk dingetje. Timothée Chalamet die heeft schijnbaar vroeger had hij een YouTube kanaal waar hij custom Xbox controllers deed review, maar je zag zijn gezicht niet. Is dat nog toen hij niet bekend was? Dat was toen hij nog niet bekend was. Heel veel geruchten gingen er wel rond van dit is Timothée. Mm. Alleen toen hebben ze het Variety of Hollywood Reporter in ieder geval bij zo'n rode loper vroegen ze het aan hem en dan zei hij van ja, dat ben ik. Maar hij reviewde controllers. Hij deed gewoon custom controllers, deed hij gewoon review. Ja, ik weet ook niet of het per se een review. Ik weet niet of je het per se een review categorie kan plaatsen. Het was meer van deze controller heeft deze en deze kleuren. Zo, en zo, ja, zo, ja. Zo, ja, zo. Okay. Dus hij had allemaal van die filmpjes over Xbox controllers. Xbox of PlayStation, een van de twee. Maar ik ga hem misschien de ronde editen. Dan kan de mensen er ook kunnen ze een stukje ervan zien. Leuk, het was wel geinig. Dus dat. Ja. Weet je wat ik laatst op TikTok zag? Ik zag. Tim Burton's Wonka, dus de 2005 versie. Daar werkt de pa van... ik heb hier ook een plaatje voor jullie, maar de mensen zien het ook in het edit. Dan zie je hem in een tandpasta fabriek werken. En het tandpastamerk is Smilex. Mm-hmm. Ook Tim Burton heeft ook The Batman gemaakt. Yeah. En in The Batman heeft de Joker ook een eigen merk. Mm-hmm. Dus dat dodelijke lachgas. Dat is ook een merk dat heet Smilex. Dus Tim Burton heeft een eigen universe gecreëerd. Ja, en dan het merk wat je daar ziet, zie je ook daar. En dat vond ik wel leuk. Dat zag ik op TikTok. Was best wel geinig. Ja. Maar dat is niet de eerste keer dat we dat zien, toch? Want dat heb je ook bij andere regisseur. Welke was dat ook weer? Tarantino. Tarantino, ja. De Red Apple Cigarette. Oh ja. Die zie je ook gewoon door heel veel films. Hè? Bij Pulp Fiction zie je hem. Daar rook ze hem aan tafel. En bij Hateful Eight zit die man bijvoorbeeld ook achter de bar te roken. Daar zie je bij Reservoir Dogs, weet ik niet precies waar je ziet, maar bij de ene film zie je het op een billboard, bij de andere rookt hij, bij de andere ligt hij op tafel, moet je echt goed op letten. Maar dat is leuk, want dat zijn van die extra dingetjes waar je toch naar uitkijkt of zo. Ja, dat is een soort van Easter eggs voor de fans. Ja, en dan moet je echt goed op letten, anders mis je het. Ja. Maar jongens, ik heb bij vrij weinig van jullie gehoord, man. Ik heb echt heel veel verteld. Wat vonden jullie van de film? Nee. Hebben jullie nog wat anders wat jullie willen vertellen over de film? Wat je matig vond, wat je goed vond? Ik... De musical had jij verteld? Ja, musical is gewoon, ik musical, vind het niet echt... Musical ligt aan welk liedje het is, man. Soms heb je van die liedjes, denk je echt wat meer zal zijn, weet je, van... Ja, kom, alsjeblieft.
Ga door met je verhaal. Maar het mag wel, maar het moet bijblijven, man. Ja, ik vond het, dat ik is vond het echt matig. Sommige liedjes heb je gewoon, die worden gewoon iconic. Ja, maar bijvoorbeeld uit die 2005-versie, dat liedje van die Oompa Loompa. Ja, dat is niet alleen 2005-versie, ja, maar dit is wel iconic, weet je wel. Ja, klopt. Maar ook gewoon Come With Me en blablabla, dat was gewoon de 1971-versie. Dus dat was dingen. Maar de rest van het liedje is echt niks is me bijgebleven. Nee, totaal niet. Als je nu aan mij vraagt, wat had dat meisje aan? Ben ik het ook vergeten. Welke meisje? Ja, dat meisje die Willy Wonka hielp. Noedel. Maar als je mij vertelt, wat hadden die al die kinderen aan uit die 2005-versie, kan ik je vertellen, man. Ja. Dat heb ik al verteld ook, weet je wel? Ja. Nee, ik snap wel dat deze film gemaakt is, soort van uit interesse, waar komt Willy Wonka vandaan? Wat is zijn story, zeg maar? Ja. En dat op zich vind ik dat best wel goed gemaakt qua het verhaal. Moest Tim Burton het niet gewoon maken? Eigenlijk wel. Ja, wel man. Misschien was je op vakantie of zo, ik weet niet wat er gewoon Tim Burton moest hem maken als een prequel van de 2005-versie. Ja. Ja, ja. En dan moest een sequel uitkomen van wat ik zei, weet je wel. Hoe de fabriek is opgebouwd. Ja. En dan de 2005-versie is dan de derde versie. Ja. Nee, maar ik denk niet dat ooit de 2005-versie geëvenaard wordt. Nee, qua niveau, weet je wel. Dat is Johnny Depp. Maar dat is Johnny Depp, ja. Dat is Johnny Depp. Ja, okay. Het zal op één manier kunnen. Dat is als Johnny Depp weer de hoofdrol speelt. Ja. Of een andere. Maar dit acteur is echt een... Arnold Schwarzenegger. Ja, nee. Een andere acteur die een beetje ook op dat niveau kan zitten, weet je wel. Maar dan niet nu, want nu heb je Arnold niet Arnold Schwarzenegger heeft ook één keer een villain gespeeld. En dat was volgens mij ook een Tim Burton versie van Batman. Dan speelde hij zo'n villain. Ik ben even zijn naam kwijt, maar dat was zo'n Iceman. Maar dat was ook echt storend, man. Maar de hele film was best wel kut, man. Normaal is hij de held, toch? Normaal is hij altijd de held, ja. Ja, hij ook een beetje, ja. Maar hij is de protagonist. Ja, zo. Ja. Maar, jongens, conclusie en rating? Ja. Zal ik beginnen? Ja, wil jij deze Disney film een cijfer geven? Nee, ik kan mezelf niet vinden in de cijfers van IMDb, Tomatometer en Letterboxd. Of ja, maar het is wel... Nee, persoonlijk kan ik me niet in vinden. Maar ik snap dat het nieuw is en voor de jongere publiek, gewoon voor de jeugd. Want ja, je gaat toch weer met je zoon of dochter, die weet je, musical-achtig iets. Klopt. Dat kan ik dan wel weer begrijpen. Maar deze film is totaal niet voor mij. Het stoorde me dat muzikale. Ik hou er gewoon niet van. Ja. Nee, je wilt gewoon een goede storytelling hebben. Ja. 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 Dus ik geef het eigenlijk een 3 voor het verhaal eigenlijk. De film was leuk. Het verhaal was leuk. Ook pakkend verhaal gewoon. Weet je, ook, dat je ook ziet hoe die groot is geworden. Ja. En hoe die chocola überhaupt heeft gemaakt. En dat soort dingen. By the way, jij zegt chocolade. We hebben eigenlijk fucking weinig chocolade gezien. Want dat chocolade wat je in de film ziet, is geen chocolade. Je ziet de hele tijd een wolkje of een bloem. Oh ja. Dat is echt fucking raar, man. Dat was wel een beetje matig, man. Dat chocola is gemaakt van... giraffenmelk was het toch? Of zoiets? Ja, maar dat je dan wel gewoon iets van chocolade ziet of zoiets. Ja. Je krijgt nu gewoon altijd snoepjes te zien in plaats van chocolade. Ja, klopt. Ja. We hebben chocolade alleen aan het einde gezien. Wanneer die chocoladereep van zijn moeder tevoorschijn tovert. Misschien leuk. Klopt. Hakan, misschien kan jij een keer Wonka chocolate meenemen. Wonka voor de snack. Denk je dat die bestaat? Ja, vast wel. Vast wel ergens. Ik zag een keertje bij de Lidl, zag ik Dove Beer. Ken je dat? Dove Beer, ja, van Simpsons. Ja, zie je? Nee, maar... wat mensen zegt dat musical gedoe, dat moet echt pakkende nummers zijn, man. Moet veel beter. Ja, moet veel maar beter. High School Musical is wel bijvoorbeeld fucking goed. Maar ik denk, zijn pakkende nummers. Want ik heb High School Musical volgens mij nooit serieus gekeken, maar ik ken al die nummers wel gewoon. We're soaring, flying. Maar kijk, dat zijn gewoon goede nummers, weet je wel. En dat is ook de reden dat High School Musical gewoon groot was. We're all in this together. Ik kiel ze het helemaal in, joh. Ik heb er nooit gekeken, maar ik ken die nummers wel gewoon. Omdat die overal wordt afgespeeld. Maar dat is dan wel goed, weet je wel. Ja, ja. Ik kan je geen één nummertje geven van dingen. Los van die al gemaakt van waren. Van Wonka. Ja. Van nieuwe nummers. Ja. Nee, ik ook niet. Sorry, cijfer? Cijfertje? Ja, ik geef het ook een 3. Jij geeft het ook een 3? Jij had ook een 3? Ja. Ik geef het een 3,5. Ja. 3,5. Heeft hij zoveel te klagen? Het is toch wel gewoon... Kijk, weet je, het is wel goed. En de dingen wat Paul King heeft gecreëerd is ook wel goed. Maar voor mij is 2005 versie de maatstaaf. Mm. En daar zit het ook gewoon onder... plus het musical aspect is shit. Dus nog een half puntje eraf. Dus ongeveer 3,5 vind ik wel een prima cijfertje voor deze film. Ja. Maar alsnog, jullie zeiden allebei 3. Dus dan geven we Wonka, Paul King's Wonka, een 3. Yes. En dan gaan we door.
naar top or flop. Top of flop. Want aan het einde van de aflevering doen we meestal alvast onze first impression geven aan de films die we volgende week gaan bespreken. Of althans over 2 weken gaan bespreken. We hebben weer 2 films aan 1 serie. We beginnen met Rebel Moon Part 1 A Child of Fire. Boys, top of flop? Top. Flop. Ik zeg flop. Hakan, Berlin, La Casa de Papel. Top. Spin-off. Flop. Ik zeg top. Aquaman and the Lost Kingdom. Top. Top. Ik zeg flop. Oké, dat is mooi. Nou gaan we even bespreken, jongens. Ja. Want Hakan, je zei Rebel Moon Part 1 top. Ja, ik heb de trailer gezien en dat ziet er wel vet uit. Ja, en wij hebben de Rotten Tomatoes cijfers zijn inmiddels al een beetje binnen. Ja, dus ik denk dat het niet echt goed is. Kijk, iedereen heeft een aparte smaak in films. Ja. Ja, dat klopt. Dus, weet je, en ja, ik vind zelf dat ik sowieso een hele andere smaak heb dan jullie twee met films. Ja, maar dat is dus, ook juist leuk. Jij drinkt Monster, wij niet. Nee, maar dat is gewoon dat is variatie, toch? Ja, ja. Dat is variatie. Dus, jij houdt van tata's en zo, dat is ook een films. Wij niet. Nah. Ik hou van droge humor, maar... Maar nee, maar ja, wij haten alle drie dit soort films als tata's. Dus dan vinden we elkaar toch wel weer in. Ja, inderdaad. Dus, nee, maar daarom... Ja, ik denk wel dat het... ik denk dat ik hem wel leuk ga vinden. Ja, weet je wat Zack Snyder... Zack Snyder heeft meestal wel dat hij gewoon een goede film kan maken... maar het verhaal is meestal matig als hij het zelf schrijft. En als ik dan mag geloven wat het internet zegt... dan is het schijnbaar een slechte verhaal, maar wel super vet gemaakt. Mm-hmm. Ja, maar ik denk dat het een flop gaat zijn. Want voor mij is het verhaal ook best wel belangrijk, man. Voor de creator was ook wel superwereld. Alleen het verhaal was echt matig. Ja. En als het dit geval ook weer zo is... dan gaat hij ook bij mij laag scoren, denk ik. Maar ja, mijn mening... telt ook niet, hè? Als je het leuk vindt, dan moet je het gewoon vooral checken. Ja. Maar wel een Nederlands tintje. Michiel Huisman speelt erin. En muziek door Junkie XL. Oh, leuk. Berlin. Hakan, jij zei top. Ja, top. Ik zei flop. Jij zei flop. Nou, ja, moeten we even aan jou vragen. Even aan het tand voelen. Even aan het tand voelen. Kom eens hier. Nee, kijk, op basis van... Hij komt op Netflix. Ja. Dus dit wordt een tophit. Volgens mij gewoon echt op Netflix. Ja, hij gaat populair. Hij gaat op TikTok, viraal. Stukjes wordt laten zien. Heb je Berlin gezien? Juist. Ja, maar dat gaat persoonlijk voor mij... Ik verwacht weer een uitgemolken dingetje van... Franchise. Uitmelken is het sowieso. Ja. Maar... Ja. Wat ik wel denk dat het top gaat maken is... Mm. We hebben heel weinig van Berlin gezien nog. Ja, dat wel. Berlin is best wel een mysterieuze type. Ik denk dat dat ook de leukste figuur was bij de seizoen 1. En daar ging die ook dood. En hebben we nog, daarna hebben ze Berlin een soort van inprobeerd te krijgen. Maar we hebben nog te weinig van Berlin geleerd. Mm-hmm. Maar waar komt zijn hele dingen vandaan? En ik denk dat we dat gaan zien. Ik denk dat het daarom best wel een top kan zijn, man. Ja. Nee, ik hoop ook dat het een top wordt. En we hopen dat ook voor de rest van de wereld. Want iedereen is gek op La Casa. Ja, ja dat blijkbaar is, wel, ja. En tenslotte Aquaman en The Lost Kingdom. Hakan. Ja, voor waarom mij, zei jij top? Voor mij is het top. Ik vind, ik heb Aquaman ingezien. Vind ik ook wel leuk. En ja, het is maar dat was een andere era van DC. Ja, dat wel. En van alle Marvel. Ja, gebouwen. Maar als ik kijk naar de laatste DC. Die laatste paar films van DC. Vind ik ze wel veel leuker dan daarvoor. Ja, omdat het een beetje de James Gunn tintje heeft. Maar weet je wat het is? Ik denk dat DC echt leuk gaat worden op het moment dat Superman Legacy uit gaat komen. Ja, en dan begint de hele DCU. Dan is het echt Superman de James Gunn vinger in de pap heeft. Superman en Batman waren echt de enige films die ik van DC keek altijd. Mm. Ja. Ja, en Aquaman zei je toch? Mm. Ja, nadat hij uit is. Ja. Ja, ik denk dat dit wel een flop gaat zijn, man. Ik denk dat tot Superman gaat heel veel DC films gaan floppen. Qua kwaliteit, hè. Qua dingen gaat hij sowieso weer lekker geld opleveren. Dat zeker wel. Maar Hakan, je had de eerste Aquaman gekeken. Is het een vervolg? Ja, dus vervolg. Dus handig om de eerste te kijken. Ja, anders ga ik niks van snappen. Nu echt van nu is die soort van gesetteld. En dan komt er weer een villain op. En die is uit op revenge. En ja, maar dan die, die zit dus ook in deel 1. Nee, maar dat is dan gekoppeld aan deel 1. Ja, waardoor het handig is om deel 1 eerst te kijken. Hij haalt zijn broer altijd terug. Die komt ook weer uit deel 1. En by the way, deze brillen, hè. Kijk achter. De fucking iconics. Iconic bril. Kijk, jongen. Oompa Loompas, jongen. Fucking legendary. Nou ja, de luisteraar die zou wel denken van... What the fuck, waar hebben ze het over? Dus dat zijn de films voor volgende week. Yes. En dan gaan we een einde aanbreien, man. Ja. We zijn weer aan het einde gekomen van een... een best wel matige aflevering.
De films waren een beetje teleurstellend. Maar ja, over 2 weken hebben we weer een aflevering. Mm-hmm. En daar kan ook een hele hoop teleurstelling aankomen. Kan. Maar het is sowieso ook... in januari hebben we heel veel indiefilms in de bioscoop en geen Hollywood blockbusters. Dus mm-hmm. dat gaat een hele hoop goed maken. Ja. Maar voor nu zijn we aan het einde gekomen van de aflevering. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify of Apple Podcast. Vergeet niet om te abonneren. Terwijl je daar rondhangt, plaats een review, plaats een comment. Zet het belletje aan. Deel de podcast met je vrienden. Ook zijn we te vinden op verschillende social media platformen. We zijn op TikTok en Instagram te vinden onder @thevideocorner. Of op Facebook als The Video Corner. Volgende week, maandag, zijn we weer terug met een kerstspecial. En dan gaan we het hebben over... Kunnen we het al verklappen? Ja hoor. Ja, de holdovers. Yes. Ja, in Nederland zouden de mensen nog heel even moeten wachten. Maar ja. Hij is inmiddels wel te huur. Via VPN'tje op Amerikaanse websites. Mm-hmm. Dus wij hebben hem al gekeken. Wij gaan hem ook bespreken. Jongens, bedankt voor jullie aanwezigheid. Jij ook bedankt. Jij ook bedankt. En de luisteraars ook bedankt. Volgende week om 8 uur. Kerstspecial van The Holdovers. En tot dan. Doei doei. Yo. Hasta la vista. Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.